Hey, ik ben Sanne, 27 jaar en dit is mijn preek van de week. Het thema waar we ons in deze serie op focussen is justice. Vertaald naar het Nederlands betekent dat gerechtigheid. Dit woord ligt dicht bij eerlijkheid, maar is tegelijkertijd ook echt wat anders. In mijn werk met kinderen hoor ik wel vaker dat iets niet eerlijk is. Hij mocht gisteren ook langer computeren, dan mag ik dat ook, anders is het niet eerlijk. Of, ik moet altijd helpen met opruimen. Op een dag zijn er genoeg momenten die zij als oneerlijk ervaren. En als je naar je eigen leven kijkt, zul je vast ook de nodige situaties kunnen bedenken die niet eerlijk voelen. Jezus vertelt hier zelf een mooi voorbeeld van in een van zijn gelijkenissen in Matthäus. De eigenaar van een grote wijngaard had mensen nodig die op zijn wijngaard wilden werken. Ik kan me zo voorstellen dat de planten verzorgd moesten worden. Misschien waren er al wel druiven rijp om geplukt te worden. De man ging naar de stad op zoek naar mensen die op zijn land zouden willen werken. Hij vond er een paar en sprak met hen een dagloon af van een denari. Dit was passend voor een dag werken in die tijd. Toen ze al een paar uur aan het zwoegen waren, ging de eigenaar op zoek naar extra arbeiders. In de stad vond hij nog een paar mensen en die nam hij ook mee. Dit deed hij later op de dag nog 2 keer. Toen de dag al bijna voorbij was, ging hij nog een 5e keer naar de stad. Er waren nog een paar mannen die die dag geen werk hadden gevonden. Ook hen nam hij mee naar zijn wijngaard. Aan het einde van de dag was het tijd om ze te betalen. De mannen die hij als laatste had meegenomen, kregen het eerst betaald. Ieder kreeg een denari. Toen de mannen die al vanaf het begin van de dag hadden gewerkt aan de beurt waren, verwachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Zij hadden toch meer werk verricht. Stel je eens voor, je hebt de hele dag hier in het zweet gewerkt. En je ziet dat er mensen zijn die pas net zijn komen kijken. Zij krijgen het bedrag dat jij zou krijgen voor die hele dag. Dan groeit je verwachting, toch? Wat zou ik dan wel niet krijgen? Ik zou denk ik al wat rechterop gaan staan, schouders naar achteren en dan net iets te trots naar voren lopen om mijn dikke salaris aan te nemen. En dan krijg je gewoon hetzelfde. Uren extra werk en je krijgt er niks voor terug. Ja, het was een bedrag dat je van tevoren had afgesproken. Maar het voelt niet eerlijk, toch? Dat vonden deze arbeiders ook. En ze gingen klagen. Zij hebben maar een uurtje gewerkt en verder niks gedaan. Toch krijgen ze hetzelfde als wat wij krijgen. Terwijl wij ons de hele dag in de brandende zon in het zweet hebben gewerkt. Het antwoord dat ze krijgen is simpel. Ik behandel je toch niet onrechtvaardig? We hebben dit loon toch afgesproken? Neem aan wat van jou is en ga. Ik wil hen nou eenmaal hetzelfde betalen. Of mag ik niet met mijn geld doen wat ik wil? En dan volgt de bekende uitspraak. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wat de eigenaar doet, voelt oneerlijk. Als ik meer gedaan heb, verdien ik ook meer, toch? Toch is het wel rechtvaardig wat hij doet. Want hij houdt zich precies aan wat er afgesproken is. Er wordt niemand onrecht aangedaan. Gerechtigheid en eerlijkheid hoeft dus niet altijd hetzelfde te zijn. We kunnen soms van ons geloofsleven ook een verdienmodel maken. En dan zijn we precies als de werkers in de wijngaard. We maken er zelfs grapjes over. Als iemand iets heel geestelijks doet of 2 keer naar de kerk gaat of zo, dan zeggen we zo, extra hemelpunten. Natuurlijk zijn het grapjes, maar ik denk dat we misschien onbewust wel vaak op die manier denken. Als het met het Koninkrijk van God net zo is als met het verhaal van de wijngaard, geldt ook daar. Vele laatsten zullen de eerste zijn. Ook God mag met zijn beloningen doen wat hij wil. En wij mogen ervan uitgaan dat hij dit rechtvaardig zal doen. Ook al is het misschien niet op de manier die voor ons eerlijk voelt. Wat is de reden dat jij de dingen doet die je doet? Ben je hemelpunten aan het sparen? Of ga jij Jezus achterna? Als je het voor de hemelpunten doet, ben je straks misschien wel net zo verontwaardigd als de werkers uit het verhaal. Ik wil je uitdagen om bij jezelf na te gaan hoe vaak jij, misschien wel onbewust, bezig bent om al een soort loonverdeling te maken. Werk je voor God, omdat je van God houdt en graag in zijn wijngaard wil werken? Of doe je het voor de beloning?